Met Hayam Marianne Smitsmans in Romein, zwelters in de media, OBIOS op TV11. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ze wint de Vrouw in de Media Award. En daar werden donderdagmiddag aan haar overhandigd in het stadhuis van Romein. Goedendag. We zijn hier in Roermond om de Vrouw in de Media Award 2017 Limburg te overhandigen aan de winnares, die volgens de stemmers echt zeer deskundig is en zich zeer goed geprofileerd heeft in de media. Van harte gefeliciteerd, dit is de award. Geweldig. Gemaakt door kunstenares Ellen Boegwald. Prachtig. Heel erg mooi. Dankjewel. En door de oorkonde bij. De prijs bestaat al 9 jaar, maar dan is het landelijke Vrouw in de Media Award. We willen heel graag meer vrouwen zien in de media. En daarom trakteren we in feite de vrouwen die het al heel goed doen in de media. En daarvoor is die prijs. Om aandacht te vragen voor meer vrouwen in de media, maar ook redacties erop te wijzen dat het heel goed is als er meer vrouwen aan tafel zitten van talkshows en dergelijke. Vooral vind ik dat fijn omdat er ook blijkbaar opvalt wat we allemaal doen in Romein. En dat vooral vertel ik natuurlijk heel erg ger in de media. Dus wij met wil horen. Daar ben ik altijd heel erg blij met. En ja, TV11 is toch natuurlijk een partij bij. Maar altijd blij dat je er nooit vooral wil luisteren. Dat gaat ook wel uitzenden. Het blijft nodig, want het aantal vrouwen aan tafel in talkshows of in de media zelf aanwezig, kranten, radio en televisie, blijft helaas nog steeds laag. 88% is man, wat heel vaak als expert aan tafel zit. Dus daarmee vragen we ook aandacht dat het echt nodig is dat er meer vrouwen uitgenodigd worden. Als je voor mensen in armoede of de gezondheidsproblematiek in Romein. Dat moeten we samen met de mensen doen. Dat willen we ook samen met de mensen doen. En media hulp ons ontzettend goed met dat vooral te vertellen. Dus daarom vind ik het in elk geval heel erg belangrijk. Op het lijstje van 10 namen die voor deze prijs in aanmerking kwamen, sting ook de naam van Lieke Martens. Kan het zomaar gebeuren dat een wethouder van Romond wint van de sterspeler van Barcelona bijvoorbeeld? Ja, ongelooflijk hè? Want ik zou zeggen dat zij dat eerder veel stemmen zou krijgen. Nou ja, ik was ook wel heel erg verrast om dat te constateren. Maar ik heb er zelf geen enkele inbrengen gehad. Dus blijkbaar in de top 10 waren 10 vrouwen genomineerd. Hebben mensen gezegd, Smitsmans die veld op. En die verdient het. Nou, daar ben ik natuurlijk gelijk blij met en ben ook best wel trots op. Ze heeft het gewoon goed gedaan, Marianne Smitsmans. Ze is opgevallen door het publiek wat op haar gestemd heeft. Dus het reizen naar Barcelona kon die besparen. Ja, precies. Ik heb afgelopen jaren ook veel aandacht gevraagd voor de positie van de vrouwen. Want er zijn nog steeds te weinig bestuurders die vrouw zijn in het openbaar bestuur. Dus dat ik dat dan met mocht uitdragen, dat vrouwen ook in het publieke domein een rol kunnen spelen. Daar ben ik blij met dat ik dat op deze manier kan bijdragen. En meer vrouwen op televisie dus, we zullen erop letten. Goed zo, nou daar werken we dan samen aan.